De rotonde bij de sluis in Weurt is vrijdag 8 december vanaf 7 uur 's avonds afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting is vanwege werkzaamheden aan het wegdek en duurt tot maandagochtend 11 december. Het asfalt op de rotonde krijgt noodzakelijk onderhoud. Voor fietsers en voetgangers blijft de rotonde wel beschikbaar. Vanuit de richting Nijmegen geldt de afsluiting vanaf het Industrieplein. De afsluiting op de Westkanaaldijk begint vanaf de Metaalweg in Weurt. Er is een omleidingsroute die loopt via de Energieweg, A73, Schoenaker en Van Heemstraweg. De decembermaand is aangebroken en dat betekent dat het de komende maanden weer vaker koud zal zijn overdag, maar vooral ook in de nacht. En dus treden bij verschillende gemeenten wederom zogeheten winterprotocollen in werking, zodat daklozen niet in de kou hoeven te slapen. In de gemeente Nijmegen wordt ook een winterprotocol gehanteerd, dat wordt gecoördineerd door GGD Gelderland Zuid. Zij laten de samenwerkende organisaties weten wanneer deze ingaat en weer stopt. Dak- en thuislozen krijgen dan gratis opvang en er zijn extra plekken beschikbaar. De DAR, Stichting Afvalfonds Verpakkingen Nederland en de gemeente Nijmegen gaan samen zorgen voor meer hergebruik van grondstoffen. Ze zijn een project gestart om de kwaliteit van het ingezamelde Plastic Plus te verhogen. DAR treft steeds vaker afval aan tussen Plastic Plus. Daarom gaan afvalcoaches in gesprek met bewoners over het scheiden van plastic afval en worden Plastic Plus zakken gecontroleerd op inhoud. Vanaf dit najaar tot zomer volgend jaar gaan de afvalcoaches op pad om vragenlijsten af te nemen bij de bewoners. Hiermee willen ze in kaart brengen hoe bewoners het scheiden van Plastic Plus ervaren. En vanavond dan reist NEC weer af naar Alkmaar voor het spelen van 5 minuten blessuretijd. Het is de restant van de uitwedstrijd tegen AZ. Die wedstrijd moest net voor blessuretijd worden gestaakt, omdat NEC-speler Bas Dost onwel werd. Achteraf bleek hij een ontstoken hartspier te hebben. Op het scorebord staat NEC met 2-1 voor op de spelers uit Alkmaar. In principe hoeven de Nijmegenaren dus alleen maar een paar minuten het doel leeg te houden om te winnen.